Een van de belangrijke thema's dit jaar in Noord-Brabant is vrijheid. Want de nationale viering van bevrijding is dit jaar in Os. En ik loop hier langs het Nationaal Monument Kamp Vught en hier ga ik spreken met Femke Klein over het thema vrijheid. Want ja, wat betekent vrijheid nu voor de Brabander vandaag de dag en hoe breng je dat thema onder de aandacht? Nou, Nationaal Monument Kamp Vught. Ja, een bijzondere locatie natuurlijk, een bijzondere plek. Waarom zijn dit soort locaties en plekken nodig? Nou, ik denk om ons echt heel erg aan de ene kant te confronteren met wat er gebeurd is tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aan de andere kant kan het ook ervoor zorgen dat je kunt reflecteren op in welke situatie je vandaag de dag bevindt. Ja, want dat is eigenlijk wat ik wel bijzonder vind. Want we lopen hier dan rond en jij zegt het is afgelopen en het is voorbij. Maar het staat er natuurlijk nog wel. Onderdelen en we zien daar een soort maquette. En moet dat dan ook blijven? Is dat dan zo nodig dat we er constant aan herinnerd worden? Ja, absoluut. Omdat het was zo afschuwelijk en zo verschrikkelijk dat als je geen plek meer hebt waar je daar af en toe mee geconfronteerd wordt, je het misschien wel heel makkelijk kan bagatelliseren. Dat het toch vervaagt. Dat je misschien wel te veel vasthoudt aan de kleine verhalen van hoop. Waardoor je opeens denkt dat het allemaal wel meeviel. En dat is denk ik ook iets wat je echt wel voelt hoor. Als je hier rondloopt, dan ga je toch wel anders kijken denk ik ook wel naar de oorlog. Ja, dat denk ik ook. En daarom is het heel goed dat we deze plek en ook andere plekken in Brabant, die ook voor ieder hun eigen verhaal vertelt. Bijvoorbeeld over de slag bij Overloon. Of hoe Breda bevrijd is door de Polen. Of hoe er gestreden is in Bergen op Zoom door de Canadezen. En dat je zo al die verhalen rondom die bevrijding, dat je daar op die grond waar het gebeurd is, dat je het daardoor voelt. De oorlog hebben we lange tijd geleden gehad en nu zijn we gelukkig bevrijd. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe ik daarnaar kijk? Ja, dat is natuurlijk super fijn. Kijk, het is natuurlijk nu met corona dat je wel denkt, nou, waar is de vrijheid nou weer heen? Want ja, we kunnen nou niet meer gaan en staan eigenlijk waar we willen. Moeten we uitkijken bij de mensen waar we in de buurt komen en dat soort dingen. Maar ja, vrijheid is wel het belangrijkste, denk ik, wat er voor een mens bestaat. Ik vind ook wel dat dat herdacht moet worden, steeds weer. Dat het gewoon wel duidelijk moet zijn, ook voor iedereen, wat een fijn iets dat het is. Dat je gewoon kan doen wat je wil en zeggen wat je wil. Ik denk dat op den duur dat Bevrijdingsdag niet meer per se gekoppeld is aan de oorlog, maar meer als feest wordt gezien. Maar ik blijf het wel iets moois vinden. Het is goed om erbij stil te staan. En hoe doet u dat? Ik moet zeggen, ik zat eerst in een harmonie en toen was ik altijd hier in Oost erbij, bij de doden denk ik vooral. Oh ja, ja. Ja, zo sta ik bij dat moment vooral stil. Maar in ieder geval wel dat het iets belangrijks is om bij stil te staan. Ja, zeker. Ik denk bij Bevrijdingsdag en bij de doden denk ik vooral aan mijn opa en oma en hun familie. Ja. En we hebben het natuurlijk de hele tijd over het thema vrijheid, maar wat betekent dat voor jou? Het is voor mij dat je je mening kan uiten, maar toch wel in overweging nemende dat anderen daar ook anders over kunnen denken. Dus dat je je mening op zo'n manier uit, dat je daardoor nog steeds een gesprek mogelijk kan maken. Brabant is dit jaar de gastprovincie om de start van de nationale viering van de bevrijding te organiseren. Kun je uitleggen wat dat precies inhoudt? Wat staat ons Brabanders te wachten? Ieder jaar 5 mei is de nationale start van de viering van de bevrijding. En dan word je gevraagd om een ochtendprogramma te produceren. Voorafgaand aan de lezing die het Nationaal Comité zelf organiseert. Dus wij hebben ongeveer een uur waarin we de gasten ontvangen in de Lievekamp. En daar hebben we eigenlijk een cultureel interactief programma. Naast dat mooie theatrale onderdeel hebben we ook veel meer interactie. Dus we hebben een debat. We gaan een debat aan met mensen. Waarover gaat het dan? Nou, over verbondenheid, maar ook over tegenoververbondenheid staat misschien wel dat je dus niet zo verbonden voelt. We hebben ook een lezing van Jitske Kramer. En zij gaat zij laat zien hoe andere culturen, bijvoorbeeld binnen andere culturen mensen verbonden zijn. Maar zij houdt ook een spiegel voor aan de groep. Van wat doen we nou eigenlijk zelf aan die verbondenheid? Hoe zorgen wij nou dat mensen zich verbonden kunnen voelen? In deze uitzending behandelen we 7 verschillende thema's. En waarom is het zo belangrijk om stil te staan bij het thema vrijheid?
Ik denk omdat vrijheid heel erg gaat over hoe we met elkaar samenleven. En dat als ik alles zou kunnen doen wat ik zou willen doen, dan gaat het op een gegeven moment toch ten koste van jouw vrijheid. Dus het gaat heel erg over hoe je je samenleving ook inricht. En wij als vanuit Brabant Remembers en ook op 5 mei kijken we dus heel erg terug naar de verhalen van vroeger, vanuit de Tweede Wereldoorlog, toen we helemaal niet vrij waren. Als iets onder druk staat, wordt alles eigenlijk meer zwart-wit misschien, omdat het alles wat je doet zulke grote consequenties heeft. En daarom kunnen we uit die verhalen van vroeger, kunnen we dus inspiratie halen, of het kan een ankerpunt zijn, of misschien wel een spiegel voorhouden voor ons gedrag van vandaag de dag. En hoe kan de Brabander stilstaan bij vrijheid? Wat kan hij of zij verwachten? Nou, sowieso 5 mei is er altijd het bevrijdingsfestival in Brabant. Dat is altijd in Den Bosch. In Os vindt er natuurlijk na het ochtendprogramma ook nog een heel mooi programma plaats, wat gratis te bezoeken is. En na 5 mei heb je natuurlijk de belangrijke WO2 erfgoedlocaties die je kunt bezoeken, zoals de plek waar we nu zijn. Maar wordt er door Brabant Remembers, dat is een Brabant-breed programma, worden er ook allerlei activiteiten of projecten georganiseerd. Nou, dankjewel Femke. Zullen we nog even verder kijken? Ik ben nog wel benieuwd naar de rest van het museum. Oh.